ben echt zo van, het krukt als ook. Gaat het? Zullen we beginnen? Ja, begin maar. Ik ben heel benieuwd. Oké. Hoe denk je dat de buitenwereld jou ziet? En hoe zou jij jezelf omschrijven als een ware zelf, diep van binnen? Bam, bam, bam. Nou, we beginnen meteen met een hele diepe. Ik denk dat het op zich niet super erg uit elkaar ligt. Omdat ik probeer wel altijd gewoon heel erg dicht bij mezelf te blijven. Ook al ben je op Instagram alsnog wel een soort van gefilterd. Want ik bedoel, als ik dan lelijke foto's plaats, plaats ik alsnog de minst lelijke. Weet je wel? Maar ik probeer wel altijd gewoon mezelf te zijn, omdat ik het gewoon zo belangrijk vind. En ik heb zoiets van, als mensen mij niet willen voor wie ik ben, dan niet. Dan your loss, maar dan niet. Wat misschien mensen wel denken, is dat ik altijd 100% confident ben over mezelf, weet je wel? Omdat ik dan body positivity doe en zo. Yeah. Dat mensen misschien denken, oh, zij is echt nooit onzeker. Wat natuurlijk niet zo is. Dat is gewoon heel onrealistisch. Maar ik heb ook gewoon onzekerheden. Maar ik probeer er alleen op een hele eerlijke manier mee om te gaan. Als ik hier onzeker over iets ben, dan deel ik het gewoon op Instagram. Yeah. Ik heb dat ik dat zoveel meer eigenlijk op Insta zou willen delen. Want je kan er echt wel mee zitten met dat ik onzeker ben. Dus best wel een groot deel in mijn leven. Maar nog steeds deel ik er bijna niks over. Yeah. En ik denk dat als ik wel dat zou doen, dat het zo fijn is als je dingen terugleest als van, weet je wel, ik heb dit ook of whatever. Ja, dat is echt zo. Het is voor allebei de kanten heel empowering. Precies. Is er iets wat je graag zou willen delen wat niet veel mensen van jou weten? Ik denk dan toch al maar onzekerheden. Gewoon meer omdat ik daar eigenlijk bijna niks over post. Ik heb er in mijn boek wel meer over gesproken, maar ik ben nooit echt in de diepte opgegaan of soort van heb er heel veel aandacht aan besteed. Ook meer omdat ik denk van, het gebeurt al, het heeft wel heel veel effect op mijn leven. Wil ik het er niet nog meer over hebben. Je moet ook goed voor je voelen voor jezelf. Yeah. Je moet het niet maar gaan doen omdat het dan maar moet, weet je wel. Je moet jezelf er comfortabel bij voelen en dat gaat ook op een bepaald tempo. Misschien krijg je dat wel nooit. Misschien denk je volgende week wel opeens van, joehoe. Ja. Maar dat kan allemaal. Je moet wel gewoon op je eigen tempo doen. Jij geeft goed advies. Jij kan dit. Ik zie jou wel echt gewoon in die vriendengroep degene waar altijd mensen naartoe komen. Ik heb dat dus helemaal niet. Wat? Nou, als ik ergens mee zit, ik ga echt helemaal niet naar mensen toe. Mensen moeten echt een soort van uit mij sleuren. Echt? Ja, ik vind het ook altijd zo stom om zo te zeggen van, oh, ik heb een eetstoornis gehad. Want ik vind het irritant als mensen medelijden met mij krijgen. Ja. Dan denk ik, ik ben zoveel meer dan dat. Dus dan van die dingen, daar praat ik nog niet over. En dan voel ik me dan ook soms een beetje awkward of zo. Maar hoezo awkward dan? Misschien omdat ik dan zoiets heb van, ik wil gewoon niet dat mensen mij gewoon medelijden hebben inderdaad en eten, dat dan gaan zien van, oh, zielig of whatever. Het is heel raar, want bij andere mensen heb ik dan heel erg zo van, is oké, mag ik erover praten en kom maar. En dan bij mezelf vind ik echt van, hou gewoon je bek. Ja, letterlijk. Ja. En dus dat is zo raar, maar ik denk dat dat misschien wel iets is wat niet zoveel mensen van mij weten. Wat is het meest belangrijke advies dat je ooit hebt gekregen en van wie? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Ja, ik ook. Ik weet sowieso dat het belangrijkste advies is van mijn ouders. Maar ik kan gewoon niet één bepaald ding zeggen. Want het is niet alsof ik een soort levensles of iets heb gekregen. I wish. Het is echt heel gaaf om te zeggen van, mijn vader zei altijd dit tegen me. Mijn moeder had het altijd hierover. Yeah. Maar het is eigenlijk meer gewoon in de moment zelf. Een hele goede vriend van mij, die zei ook, op een gegeven moment toen wilde ik het uitmaken met mijn vriend. Maar ik twijfelde heel erg. En toen zei hij tegen mij van, je moet dingen doen uit liefde en niet uit angst. Je moet dingen niet doen omdat je bang bent. Je moet niet bij je baan blijven omdat je denkt van, oh, maar wat als ik geen nieuwe vind? Je moet niet bij iemand blijven omdat je denkt van, ja, maar wat als ik geen nieuwe partner vind? Ja. Je moet dingen doen uit liefde en omdat je ze leuk vindt. En niet omdat je denkt van, wat als het niet goed komt? Ja. Ik heb niet echt één levensles of zo, of een quote of iets. Maar ik heb wel altijd van mijn ouders meegekregen, is behandel iedereen gewoon gelijk. Ja. Iedereen hoort erbij, waarom zou je buiten sluiten? Ja, klopt. Het slaat ook helemaal nergens op. Want waarom zou je iemand anders moeten behandelen omdat ze een ander uiterlijk hebben? Ja. Wat betekent zelfexpressie voor jou? Ja, dat je gewoon jezelf kan zijn. Heel makkelijk, heel straightforward. Maar dat is het wel echt. Dat je niet een stemmetje in je hoofd hebt van, nee, dit kan je niet doen omdat dit en dit en dit. Of weet je wel, waarom doe je zo? Waarom draag je zo? Weet je, dat je geen grenzen aan jezelf stelt, denk ik. Ja, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen dingen niet doen wat ze denken, ja, wat als? En wat als mensen dit ervan vinden? En dat ik gewoon bij mezelf denk, ja, lekker boeien. En wat als? Wat maakt het uit? Dat zie je dan wel. Laatste vraag. Spannend.
Hoe ziet voor jou de ideale wereld eruit? Dat is echt een moeilijke. Ja. Ik ben met elk onderwerp waar je denkt van, nou, dat komt in het nieuws, daar ben ik weer mee bezig. Ja. Dus dan denk ik meteen aan dat iedereen gelijk is, dat er geen racisme meer is. Precies, en gewoon dat iedereen gelijke kansen heeft. En geen armoede, geen honger. Alle dieren op de wereld oké zijn. Dat we niet bezig hoeven te zijn met het milieu, omdat we de aarde aan het verpesten zijn. Er zijn zoveel verschillende dingen die dan... Letterlijk op... dit. Ja. Oh mijn god. En dat het gewoon gaat om... wie je bent en niet hoe je eruit ziet. Ik heb echt precies hetzelfde. Dat je niet andere mensen over andere mensen aan het zeiken bent. Dat je niet milieu aan het verpesten bent. Dat je niet dieren... Weet je, en gun het elkaar gewoon. Want dat merk ik soms ook. Weet je, dat zoveel mensen niet meer gunnen met elkaar. Zodat ik denk van, er is genoeg plek voor iedereen. Nee, je hoeft niet elkaar naar beneden te drukken. Want iedereen kan zijn dromen waar maken. Ik wil zoveel meer met jou praten. Maar dankjewel voor dit gesprek. We'll be right back.